Ik ben Wil Laraker. Samen met mijn vrouw Aartje en een aantal vrijwilligers hebben wij een stichting genaamd Yufu Uganda. Wij werken in Oeganda, in Kisoro, dat ligt aan de grens met Rwanda en Congo. Wij proberen daar watertanks, scholen, medische posten en ecolatrines te realiseren. We zijn in 2000 zijn wij onze kinderen in Oeganda gaan bezoeken, die wij sponsoren via een andere stichting. En toen wij daar dus waren, bleek dus die armoede zo groot te zijn, dat nadat wij terug waren in Nederland, wij met vrienden hierover spraken. En in 2001 dus de stichting Yufu Uganda op hebben gericht. Om dus te helpen, en in eerste instantie, omdat wij zagen dat kinderen dus vele kilometers moesten lopen om veilig drinkwater te halen. En zelfs ook vaak, in de meeste gevallen, onveilig drinkwater. Dat zagen we allemaal gebeuren en dan besluit je dus, hier moet je wat aan gaan doen. Toen in de tijd dat wij dus kinderen wilden gaan sponsoren, jaren geleden, toen vroeg ik, waar moet ik kinderen gaan sponsoren? Waar zijn ze echt arm? Ik kreeg als antwoord, wij sponsoren alle arme kinderen. En dat moet je dus zelf gaan beslissen. We hebben dus aan de hand van een aantal boeken, zijn we gaan uitzoeken, welke landen zijn nou echt het armst? Nou, er zijn er inderdaad een aantal. Een van de armste landen was dus Oeganda. En we hebben dus gevraagd voor een aantal kinderen in Oeganda. Deze zijn we dus gaan sponsoren, omdat wij zijn zelf geen big spenders. Mijn kinderen waren de deur uit, ze zijn getrouwd. Ze hebben het goed. Mijn kleinkinderen gaan naar school. Dat was voor ons dus de reden om dus andere kinderen te gaan helpen. En dan zie je zo ontzaglijk veel armoede, zoveel gebreken en problemen, dat je dus na aanleiding van wat je dus zag en hoe goed wij het hier hebben, dus de gins gaat helpen. In eerste instantie dus millenniumdoel nummer 7, het veilig drinkwater voor iedereen. Doordat we dus zagen dat men slootwater nam, ziektes ontstaan daardoor, zijn we dus watertanks gaan bouwen. Het probleem is, wij zijn afhankelijk van regenwater, omdat we in een vulkanisch gebied zitten. We kunnen geen grondwater naar boven halen. Dus je bent afhankelijk van regenwater. Voor regenwater heb je opvang nodig. Dan krijg je dus millenniumdoel nummer 2, alle kinderen naar school. Doordat wij dus scholen zijn gaan bouwen, klaslokalen, andere scholen zijn gaan renoveren, nieuwe daken, krijgen we dus wateropvang die we nodig hebben om deze tanks te vullen. Dus dan hebben we automatisch dus ook millenniumdoel nummer 1, armoedebestrijding. Het werk moet door deze mensen gebeuren. Niemand krijgt zijn geld voor niets. Men moet er wat voor doen. Dat telt ook voor hun. Wij zorgen dat de financiën daar komen. Wij zorgen dat er in zijn aannemer mensen aanneemt die geen werk, mensen aanneemt die geen werk hebben. Waardoor ze wat verdienen. En dan heb je dus de armoedebestrijding er ook gelijk bij. Afgelopen jaar zijn we dus eigenlijk iets te weten gekomen wat verschrikkelijk positief was. Omdat we niet alleen watertanks bij scholen bouwen, maar ook bij medische posten. We zitten in streken die ver van ziekenhuizen af zijn en moeilijk te bereiken zijn, dus je gaat medische posten bouwen. Bij die medische posten bouwen we ook watertanks. Nou is de situatie tussen Oegandese mensen en pygmeeën is niet zo goed. Ze wantrouwen elkaar. Maar die pygmeeën hebben ook water nodig, veilig water nodig. Dus die komen nu naar die medische posten om daar water te gaan halen. Dit
bracht een eigen band teweeg tussen deze mensen. Deze mensen laten zich nu ook controleren op allerlei ziektes. Als er iemand, een vrouw moet bevallen, dat kan ze nu ook bij die medische post doen. Dat scheelt een stuk. En we hebben natuurlijk ook die andere millenniumdoelen ook nog qua ziektes, waar je allemaal mee te maken krijgt. Nu gaan de mensen ook vanuit de medische post naar de dorpen toe, vanwege de malaria die er heerst, de dysenterie die er is, medicijnen worden gebracht op plaatsen waar je dus eigenlijk geen contact mee had. Ja, dat is voor mij heel iets positiefs. En dat is ook een reden waardoor je dus kunt zeggen van, ja, hier moet je gewoon mee doorgaan. Het werkt gewoon goed. Ik ben nu bijna 60. En 2015 hebben ze als richtlijn, in ieder geval probeer ik het zo ver vol te houden. Het is nog steeds de manier waarop wij werken, dat is dus gewoon met onze rugzak en ons tentje. En we zitten dus, we gaan daar gewoon met openbaar vervoer. Om daar op die manier leer ik de mensen kennen. Mensen komen met hun problemen naar ons toe. Ze vertellen alles. Je hoort het uit de eerste hand.